Afgelopen zondag maakte Tom van der Looy in Tilburg tegen Willem II zijn debuut voor FC Groningen. Het werd een bijzondere middag voor de 18-jarige middenvelder. Dat geeft een heel goed gevoel. Dat geeft je heel veel energie. Als je dan voor het eerst op het veld in een stadion in de Eredivisie loopt, geeft je ontzettend veel energie. Dan krijg je ongelooflijk veel zin om te spelen. Voor vader Erwin was het uiteraard ook een bijzondere middag met zijn debuterende zoon als tegenstander. Ja, op de ochtend zelf heeft hij mij een appje gestuurd waarin hij me succes wenste. En waarin hij zei dat hij zou hopen dat ik een goede wedstrijd zou spelen. Toen had ik hem op het veld, zag ik hem. Toen hij ook naar de camera ging, toen heb ik hem even een knuffel gegeven. En toen wensen ze me nogmaals succes. Voor de wedstrijd krijg je natuurlijk wel wat opdrachten mee. Je kijkt beelden van de tegenstander. Je analyseert de tegenstander. En dan ga je kijken wat je moet doen, wat de opdrachten zijn. Dus die waren bekend. Willem II speelt iets andere formatie dan wij. Dus daar moesten we rekening mee houden. En vanuit die formatie en vanuit die opdrachten moesten wij presteren. Van der Looy kreeg tijdens het duel vooral te maken met Ben Rienstra. Volgens mij hebben wij elkaar de hele wedstrijd wel aardig in de gaten gehouden. Het is wel bijzonder, want die jongens die zie je op tv en dan loop je ernaast. Dat is wel heel speciaal en heel leuk. Maar het zijn natuurlijk ook gewoon mensen en op het veld moet je ze wel gaan aanpakken. Hij was mijn directe tegenstander vaak en ik denk dat ik hem vaak goed kort heb gedekt. En hij mij ook wel, ja, hij was ook voor mij verantwoordelijk. Dus we hebben het allebei wel aardig gedaan. Ondanks zijn debuut leek het alsof Van der Looy al langer in het elftal van FC Groningen speelde. Hij keek steeds goed om zich heen en coachte zoveel mogelijk zijn medespelers. Ja, dat klopt. Maar ik vind dat je stem moet gebruiken, ongeacht je leeftijd. Als je iets ziet, als je iets over wil brengen aan de spelers, ja, dan moet dat op dat moment. En of je nou 18 bent of 30, als je een goede opmerking hebt en je ziet het, dan moet je dat wel, zeggen. Maar je moet het ook durven. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt van nou, je weet niet hoe anderen reageren. Ja, dat klopt. Maar nou, daar had ik wel vertrouwen in dat ze het goed zouden oppakken. En ik denk, je moet ook lef hebben in je eerste wedstrijd. Hè. Je moet ook wel een beetje scheid hebben daaraan. En als je iets ziet, wat van zeggen. Na de wedstrijd was er de knuffel met vader Erwin, die even emotioneel werd en een traantje wegpinkte. Die vraag kwam ook of ik mijn vader wel eens zo heb gezien. Zo emotioneel. En toen zei ik ook van nou, dat gebeurt niet vaak dat ik hem in die emotie zie. Dus dat was ook heel speciaal en bijzonder om dat zo terug te kijken. Het was heel bijzonder mijn debuut in Tilburg. Het enige nadeel was misschien wel dat het niet thuis was voor deze supporters. Dus ik ben heel blij dat we zaterdag hier in dit stadion weer tegen Heracles kunnen spelen.